Hey iedereen en welkom bij weer een nieuw MUVO-filmpje. Deze keer gaan we een activiteit doen rond Casimir Malevic. Malevic is een kunstenaar die graag werkt met geometrische vormen in zijn werk. Wat zijn dat nu, geometrische vormen? Wel, dat is eigenlijk gewoon een moeilijke verzamelnaam voor alle figuren die je kent van rekenen. Een cirkel, een driehoek, een vierhoek, een vijfhoek, een rechthoek, een ruit. Dat zijn allemaal geometrische figuren. We zullen eens even kijken wat hij daar juist mee doet in zijn werken. Je ziet hier het eerste werk van Casimir Malevic. Bekijk het werk maar eens goed. Welke kleuren zie je allemaal? Welke vormen zie je allemaal? Daarmee bedoel ik een vierkant, een cirkel, een rechthoek. Ja, en dan gaan we nu eens kijken naar het volgende werk. Bekijk het werk maar eens goed. Welke kleuren zie je hier allemaal? En welke vormen zie je hier allemaal terugkomen? Daarmee bedoel ik opnieuw cirkels, driehoeken, rechthoeken, vierhoeken. En wat vormen deze figuren? Wat stelt het werk dus voor? Oké, ik ga deze twee werken nu samen met jullie eventjes bespreken. Voilà, hier staan de twee werken nog eens naast elkaar. Het eerste werk staat links en het tweede staat rechts. De vragen die ik jullie stel is vooral voordat jullie dieper en beter zouden kijken naar de werken. Deze zijn zeker niet juist of fout. En nu ga ik met jullie de werken nog eens bespreken. Ik zie in alle twee de werken veel geometrische vormen. Ik zie bijvoorbeeld links precies een man die opgebouwd is, zijn armen en zijn benen uit rechthoeken, zijn schort of rok, wat hij aan heeft als onderstuk, is een trapezium en zijn bovenstuk ook, alleen omgekeerd dan. Zijn handen zijn natuurlijk handen ongeveer, maar dan zie je ook het veld bestaat ook uit gekleurde rechthoeken allemaal. En dan zie je rechts precies ook drie vrouwen of mannen ook op een veld staan. Het veld bestaat opnieuw uit rechthoeken en geometrische figuren in verschillende kleuren en hun hoofden zijn precies ovalen. Maar deze zijn dan ook nog eens in twee kleuren soms geschilderd en hun benen lijken precies een beetje kegels of rechthoeken ook. En hun handen en voeten zijn wel normaal getekend. Ze zijn niet echt geometrisch. En dat bedoel ik dus met de geometrische figuren. Je ziet hier rechthoeken, vierkanten, ovalen, cirkels, een neus die een driehoek is. En dat is wat Malevic doet. Hij probeert mensen weer te geven in geometrische figuren. Dus in vierkanten, driehoeken, rechthoeken. En dat is wat wij vandaag ook gaan doen. Wat heb je allemaal nodig? Twee vellen wit papier, dat mag ook kladpapier zijn. Een gom en een schrijfpotlood of tekenpotlood. Verf en een penseel. En als je geen verf of geen penseel hebt, dan mag je kleurpotloden of stiften gebruiken. Kijk maar eens goed naar deze schaduwen van menselijke lichamen, want deze gaan wij straks omzetten in geometrische figuren. Hoe gaan we dat juist doen? We gaan kijken naar welke geometrische figuren, zoals cirkels, rechthoeken, driehoeken, we hierin kunnen herkennen. Bijvoorbeeld een hoofd kan een cirkel of een ovaal zijn,
of een vierkant, het is maar wat je er zelf in ziet. Nadat ik het heb voorgedaan, zal ik opnieuw deze schaduwen tonen, zodat je je scherm op pauze kan zetten, zodat je zelf deze schaduwen om kan zetten en zelf kan tekenen in geometrische figuren. Maar eerst zal ik het eventjes voordoen. Ik heb hier een blad genomen en ik heb het in de lengte gelegd, zodat ik alle vijf de schaduwen erop zal krijgen in geometrische figuren. En ik kijk tegelijkertijd naar de schaduwen, want deze staan open op mijn computer die naast mij staat. Ik ga hier starten en ik ga de eerste figuur proberen over te tekenen in een geometrische vorm. Het hoofd, daar maak ik een ovaal van. Dan zie ik een stukje nek. En dan de schouders. Dat moet niet allemaal met een lat getekend zijn, maar het moet wel min of meer op een rechthoek lijken als je een rechthoek wilt tekenen natuurlijk. Zoals je ziet, moet niet elke geometrische figuur met elkaar in contact zijn. Dat mag, maar dat moet niet. En dat doe je voor alle vijf de schaduwen. Ik heb er nu al eentje getekend en nu ga ik hiernaast de tweede schaduw tekenen in geometrische figuren. En dan de volgende. En zo doe je dat voor alle vijf de schaduwen. Ik ga de schaduwen nog even laten zien en zet je beeld gerust op pauze zodat je de schaduwen langer kan zien. Succes! Dit heb ik gemaakt van de verschillende schaduwen. Ik heb de schaduwen proberen om te zetten in geometrische figuren. En wat gaan we nu doen? Uit deze figuren kies je er één die jij het leukst vindt. Dus de figuur die jij van jezelf vindt, die vind ik het leukst, die mag je kiezen. Ik kies deze. Nu ga ik mijn mannetje inkleuren en je moet natuurlijk niet elk blokje in dezelfde kleur kleuren. Je mag een blokje onderverdelen, net zoals we dat daarnet gezien hebben, in twee kleuren. Je mag deze kant geel doen en die kant rood. Of je mag met streepjes werken, of je mag met bolletjes werken. Dat mag allemaal, net zoals we daarnet gezien hebben in de schilderijen. Je mag kiezen of je de achtergrond meeschildert en in verschillende vakjes schildert of niet, maar jouw mannetje moet wel volledig gekleurd zijn. Welke kleuren, dat mag je ook zelf kiezen. En je mag ook kiezen of je het met kleurpotloden, met stiften of met verf doet. Ik ga het alvast met verf doen. Hier zien jullie dus mijn geschilderd geometrisch mannetje. Ik heb verschillende kleuren gebruikt. Ik heb ook geprobeerd om hier een soort t-shirtje van te maken met strepen in. Een broek met bolletjes. En voor de rest heb ik gewoon kleuren genomen die ik zag liggen en die ik dacht, dat ga ik gebruiken. Dit is alvast mijn creatie. Ik ben heel benieuwd naar die van jullie. Als je iets niet goed begrepen hebt uit het filmpje, spoel terug, zet op pauze, dat mag allemaal. Wil je het nog eens maken? Bekijk het filmpje nog eens opnieuw of maak het gewoon opnieuw. Succes, tot de volgende keer! Watching.